winnaar van de Telesuur SUV-loterij is geworden Deepnarayan Jugalal. Op het hoofdkantoor van Telesuur heeft vanmorgen de trekking plaatsgehad van de loterij met als hoofdprijs een Kia Sportage. Deze loterij is gehouden in het kader van het 35-jarig bestaan van het telecommunicatiebedrijf Telesuur. De gemeenschap had vanaf 1 mei tot en met 19 december de gelegenheid om een sms te versturen om in aanmerking te komen voor de SUV. De trekking heeft plaatsgehad onder toezicht van de Nationale Loterij, de politie, de afdeling interne controle van Telesuur en aanwezige klanten. De waarnemend directeur van Telesuur, Mike Antonius, bracht in herinnering dat deze activiteit de laatste is in het kader van de viering van 35 jaar Telesuur. Ik wil eraan toevoegen dat er de gemeenschap goed heeft meegedaan aan deze activiteit. Er zijn meer dan 160.000 sms'jes verzonden. Er is met deze activiteit is er vanuit de gemeenschap een omzet gegenereerd van ongeveer 65.000 SRD. En wij hebben gemeend om, aangezien de gemeenschap hieraan geparticipeerd heeft, ook dit te gaan koppelen aan een aantal sociale doelen. Net heb ik dit besproken met mijn beleidsadviseur, de heer Eersteling. En we hebben gezegd, weet je, aangezien het toch 35 jaar is en de opbrengst van die sms-actie 65.000 is geweest, laten we in het kader van die 35.000 opdoen. Dan ronden we het af tot 100.000 en dan gaan we daarmee wat mooie sociale projecten verrichten in de komende periode. We zijn bijzonder blij met de participatie en we zijn bijzonder blij dat we nu over kunnen gaan tot de trekking. En wil aan ieder die hieraan heeft geparticipeerd hartelijk dank zeggen, zodat wij in ieder geval weer iets moois kunnen doen. Volgens de Master of Ceremonies, Roy Belvoir, zal Telesuur landelijk nagaan welke sociale instellingen in aanmerking komen voor een geste. Hij deelde ook mee dat de winnaar van de SUV-loterij op 23 december tijdens het kerstconcert van Telesuur de sleutels overhandigd krijgt. Na de trekking belde Belvoir met de winnaar. ...bekend geworden van de SUV van Telesuur. Ja, oké, een applaus. Ja? U bent de winnaar geworden en ik wil u doorgeven dat we hier staan in de kassaruimte. En ik kan de naam niet doorgeven omdat we echt ook met de klant verbonden zijn. En de naam is Jugalal Deepnarayan. Ja, klopt dat? En uw nummer is 8501533. Klopt dat? Ja, oké. Na verificatie van alle gegevens was het officieel dat Deepnarayan Jugalal de winnaar is geworden van de Kia Sportage. Hij werd meteen uitgenodigd om vrijdag aanwezig te zijn bij het kerstconcert van Telesuur om zijn prijs in ontvangst te nemen.